ben Karen. Ik heb een restaurant in Brugge, Kantine Copin. Ik doe dat nu 2,5 jaar. Daarvoor had ik een ander restaurantje, ook in Brugge. Ik wil dat Kantine Copin een plaats is waar dat mensen komen eten, precies zoals dat ze gaan eten met hun beste vriendin. We kunnen erop vertrouwen dat we lekker gaan eten. En voor de rest is er niet te veel hintralala. Ze moeten er ook geen zorgen maken over hoe dat ze gekleed zijn of zo. Want het is gewoon een gezellige plaats waar dat je op je gemak iets gaat eten om te babbelen met de mensen die je graag ziet. Is natuurlijk wel een zwaar beroep met heel veel uren en veel vrouwen zijn nog altijd moeder ook en moeten voor een gezin zorgen en dat is wel moeilijk te combineren, dat snap ik. Nu, daar zijn we een heel harde stap vooruit bezig, want ons beroep wordt eigenlijk steeds makkelijker. Steeds meer mensen sluiten zelfs in het weekend, ik ook. Ik sluit iets meer om te maken dat je 1 personeel hebt die voor jou wil blijven werken en 2 dat ze binnen de uren van een normale job. Dus ja, het wordt wel makkelijker. Als ik personeel moet aannemen voor mijn keuken of zo, speelt dat voor mij geen rol of dat jongens zijn of meisjes. Het is vooral hun persoonlijkheid die een rol speelt en dat moet matchen met die van mij. En dat is ook zo met mijn collega's. En ik zie mezelf als chef, ik zie mezelf niet als vrouwelijke chef. Ik heb ook een gruwelijke hekel aan wedstrijden, speciaal voor beste vrouwelijke chef van het jaar. Ik vind dat waanzin dat die titel nog moet bestaan, want ze hebben ook geen beste mannelijke chef. Dus vind ik dat eigenlijk altijd een beetje raar dat ze daar blijven onderscheid in maken. We zijn allemaal chefs en we hebben allemaal onze talenten en we doen ons ding. En voor de rest, of dat we dan man of vrouw zijn, dat speelt geen rol volgens mij.